Kijk daar. Oké. Okay. Hey, hallo. Hey, hoi. Hallo, Lex en Doreen. Wat is er aan de hand? Zo. Ah, ze staan er al. Jullie staan er al. Zo, dat is mooi. Nou, wat een verrassing, zeg. Jongen, hallo. Wat een verrassing. Goeiedag. Hallo. Heerlijk, vrijdag. Oh. We hebben nog een slaapmuts. Helemaal uitgerust. Ja. Hey, Arelin. Wat ben je aan het doen? Gewoon aan het appen. Maar dat, geen mobiel in de klas, hè? Ik heb er zin in, meneer. Heb je er zin in? Dat is leuk om te horen. Arelin, even ophouden met mobiel. Ja? Hallo. Yo, hallo. Kom hier. Maxime, jij zou daar zitten, hè? Heb ik met jou afgesproken. Dus. Hey, ho, jongens. Jongens. Hey, even ophouden, even kappen. Sim, even kappen, jongens. Goed, ja. Oké. Hey, hallo. Hey, hoi. Hallo, Lex en Doreen. Wat is er aan de hand? Even zitten. Ja, Doreen gaat er even. Wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? Je moet even zitten. Hij heeft mijn microfoon. Wat zijn jullie gossen aan het doen? Doreen, ga even zitten. Even zitten. Ja. Wat is dit? Jongen, zeg. Is het daar opgelost? Of, ja? Oké, wat is dit? Zit daar niet aan. Dat is mijn make-up tasje. Hallo, klopt dat? Klopt dat wat Doreen zegt? Doe eens even terug. Geef eens terug. Dit is van Doreen, toch? Ja. Nou, klopt. Dus. Geef gewoon terug. Even teruggeven. Toch? Wat is dit, Lex? Valt dit onder het rubriek meisjes plagen kusjes vragen of wat? Nee, geen kusjes. Goed zo, hè. Hey Lex. Lex, wat ruimt er op Lex? Seks, ook nog. Nee. Oh. Relax, precies, relax. Dus even rustig aan. Ja, gaat die erin? Zit alles erin? Ja. Mooi zo. Oké. Vrijdagochtend. Dat is altijd een van de mooiste ochtenden, vind ik. Want dan komt het... Weekend eraan. Ja, heerlijk. Dus het kan maar zo gebeuren deze vrijdagochtend dat jullie heel slow zijn of heel actief. Dat is altijd maar... Ze is weer te laat. Arelin, hallo. Nou ben je te laat. Waar de deur nog een keer. Nee, dat is een goed argument. Ja, nee, echt. Dat is, die deur was dicht. En nee, ik ben de deur al bezig. Stond echt op een keer. Nee, Arelin, ik ga niet met jou in discussie. Dus ga maar even... briefje halen. Nee, ik moest gewoon even iets belangrijks doen. Ik moest gewoon mijn vader appen. En het duurt Ik kan gewoon nog naar binnen. Nee. Gaan we niet doen. Dus, ga maar even een briefje halen. Ja, maar mijn tas staat daar. Ja? Oké. Ja, het is toch iets van mij, dus mijn tas moet toch mee dan? Ja, ik begrijp niet helemaal die logica. Nou, hoezo niet? Nou, omdat die tas daar staat. Nou, verrassing, je tas hoeft geen briefje te halen. Ja, dus wel, want hij hoort bij mij. Hij hoort bij jou? Ja. Jongen. Nou, vooruit, pak je tas even. Waarom heb je tas nodig dan? Ik bedoel, wat... Ja, er zitten gewoon belangrijke damesdingen in, de. Tampons! Oké, goed. Nou, en dan even naar Mulder. En even uitleggen waar... Arelin, echt, dit... Nee. Je zit nou te lachen, maar echt serieus. Dit is... Nou maak je het erg. Nee, ja? Hoezo? Meneer, ik moest gewoon iets belangrijks doen. En mijn tas die hoort gewoon bij mij en die staat hier, dus ik mag hier ook gewoon zitten. Nu maak je het nog erger. Nee, ja, meneer, mijn tas... Het gaat er gewoon om mijn tas die Arelin, dan hier nou stond, het nog dus erger. Dat ik moet hier ook zitten, want mijn tas en ik zijn één. Nee, en nou maak je het wel heel erg. Meneer, mijn tas en ik... Je maakt het steeds erger, Arelin. Kijk eens hoe erg je het maakt. Ja, hoe dus... erg is dit? Ja, weet ik niet. Nou, dit is minstens 1,60 meter erg. Ja, en hoe groot ben jij? 1,70. Ja, nou, dat is dan 10 centimeter. Dat is precies volgens mij die grote grijns van jou met die mondhoeken. Die gaan omhoog. Maar de mondhoeken moeten niet omhoog. Maar de mondhoeken moeten omlaag. Hoezo? Ja, omdat jij een briefje moet gaan halen. Dus... Meneer, ik moet dingen met mijn vader regelen. Het zijn gewoon hartstikke belangrijke familiezaken. En ja, maar ik ga niet. Ja, maar ik ga niet naar smoes. Ja, maar ik ga niet. Nee, Arelin. Meneer, ik kan gewoon de moeite nemen om te kijken. Je mag gewoon geen mobiel gebruiken in de klas. Dus ik hoor een zoemetje. Wanneer?
nu. Dus klaar. Ja, maar meneer, kijk, ik wil het u gewoon rustig uitleggen. Ik heb gewoon hartstikke belangrijke zaken. Het regelen van ja, hier maar... kunt u het lezen. Ze is miljonair. Ja, nee, Arelin. Meneer, hier kunt u het lezen. Sorry, ik ga niet dat lezen. Meneer, lees dan. Nee, ik ga u niet. U heeft met jou... ook wel eens privé dingen. Ik heb gewoon nu een conflict met mijn vader. Ja. U kunt het zelf hier lezen. Lees het maar. Snap je meteen? Lees het gewoon. Oh, jeetje, Arelin, echt serieus. Dit is gewoon belangrijk. Het is van je vader. Ja. Ja. Ja, goed. Oké, okay. Ik wil wel even met jou straks in de pauze even met jou hierover hebben. Ja? Nee, dit is even iets tussen Arjen en mij. Nou, nee, je, niet, want je weet niet wat ik gelezen heb. Dus. Klaar, jongens. Nee. Klaar, kijk eens. Kijk eens wat ik doe. Ik doe zo. En dat is duidelijk een afrondende beweging. Dus inderdaad. Dit gaat tussen mij en Arelin. En daar heeft de klas niks mee te maken. En ik ga straks in de pauze met jou nog even erover hebben. Ja? Goed. Goed. Deze les is het. Leuk. Iedereen zit maar aan te kijken van. Ja, het wordt wel leuk. Ja, bijna weekend, maar. Leuk. Wat voor les hebben we vandaag? Is het vandaag Nederlandse les of is het mentorles? Mentorles. Ah, kijk eens aan. Wil jij meer video's zien van Arelin? Klik dan even op de kaart. Ja, Arelin die bleef maar aandringen. Wat vind jij? Had ik die app nu wel of niet moeten lezen? Laat het me weten. Like deze video, word abonnee Facebook, Instagram. En dan zeg ik een groet. Gij allen en tot de volgende week. Hoi.